Normaal kookt topkok Daan Jegers in het Holland Casino in Zandvoort. Maar vanwege de coronacrisis al 6 weken niet meer. Nu koken hij en zijn casino-collega's vanuit hun eigen keukens voor zo'n 25 kwetsbare bewoners in de Leidse Stevenshof. Het is een hele nieuwe gewaarwording. Het is af en toe een beetje behelpen, maar over het algemeen is het prima te doen, hoor. Zo, zeker. Nou, vandaag hebben we op het menu een heerlijke Surinaamse bami. En we hebben wat couscous met gegrilde groenten, wat chipolata-worstjes. Ik heb buiten een green egg, dus daar komt het vlees vanaf. Lekkere kippendijtjes voorbij de bami. En zo proberen we de mensen een beetje te verwennen. Het initiatief kwam van wijkbewoner Hans de Vogel, die nu samen met een groep vrijwilligers de maaltijden rondbrengt. Ja, ik ben toch wel iemand die sociaal is en mensen wil helpen. En toen kwam er vanuit Libertas, die doen altijd maaltijden in het clubhuis. En dat stopte vanwege de corona. Dus zowel de mensen hadden geen eten meer en het kriebelde bij mij. En ik denk, ik wil iets doen. We zijn eerst bij het Drukkersfonds terechtgekomen. Die heeft ons €250 gedoneerd. En op een gegeven moment kwam de bodem in zicht. En ja, dan word je creatief. En nu zijn we met een andere stichting bezig. En we zijn met een crowdfund gestart. En de mensen betalen naar draagkracht. Met deze dienst blijven de chefs toch bezig in de coronatijd. En hebben de kwetsbare inwoners van de Stevenshof een gezonde, maar vooral lekkere maaltijd op hun bord.